natuurlijk Mick Tom Mewson naar een tweede zege in 2 dagen. Michael van Tournout, Europees kampioen bij de beloften, steekt ook in vorm. Van dit gebeuren is het Michael van Tournout die ze daar allemaal in een rondvaart mee op zee kan nemen. Legt er duchtig de pees op. Mewson, Merlier, Taramarka, Meissen, broer Dieter en Nijs volgen in zijn spoor. Hier. Kom maar, man. Kom maar, top. Kom maar, Fred. Begin van de tweede ronde vormt zich een kopgroep van 10 renners. Opvallende afwezige is Van Nys. Net als Van Aert komt hij ten val. Hij volgt als 25ste op 20 seconden. In ronde 4 schroeft Mewson het tempo op. Enkel Michael van Tournout kan volgen. Nieuws Venn en Toon Aerts volgen op 10 seconden. Nijs volgt in een groepje met Aernouts op 15 seconden. Bij een val bij de balkjes verliest Walsleben zijn kansen op een ereplaats. Voor half koers krijgen we dezelfde situatie. Mewson en Michael van Tournout peren stevig door. Toon Aerts volgt met een herboren Sven van Tournout op 10 seconden en Jim Aernouts neemt de achtervolgende groep op sleeptouw. Met nog 3 ronden voor de boeg is het duidelijk dat het een duel tussen Mewson en Michael van Tournout wordt. Aerts en Sven van Tournout blijven op plaatsen 3 en 4. En Wout van Aert is intussen opgerukt en tot bij Nijs gefietst. En het is duidelijk dat die Nijs niet wint. De val in de eerste ronde heeft alles verpest. De twee leiders verslappen in het wedstrijdslot niet. En Van Aert wil zich bij de grote jongens tonen en rijdt in de voorlaatste ronde al op de 3e plaats. Nijs maakt er intussen het beste van. En het wordt spurten voor...
Is het niet dat Meeuwsen sterker is dan zijn jongere compaan? Met een 2-op-2 is het een superweekend voor Meeuwsen. Het is heel mooi om zo te kunnen. Als jonge prof. Hey.